Die is lastig wel hoor. Ik denk dat is onverwacht. Dan zeg ik complex. Als ik mijn rol zou moeten beschrijven, vind ik het spectaculair en voor mijn gevoel, en sorry voor de medeacteurs, vind ik juist de tofste rol in Mokro Mafia. Baas. Ja, Gent, weet je, ik heb weer eerder een zinnetje. Voor Potlood betekent het gewoon geen weg meer terug. Ja, intens. Potlood, Potlood, Potlood. Dat vind ik zo'n mooie rol. Ik denk dat ik elke rol zou willen spelen, omdat het, elke rol heeft zijn eigen verhaal en elke rol heeft zijn eigen belevenis. Nou, als ik een andere rol zou kiezen die ik zou moeten spelen in Mokro Mafia, dan zou het de paus. Een andere rol in de serie? Ik denk mijn overleden moeder. Ik denk dus de rol van Nora. Een dame. Zou ik wel een keer lekker op gaan, denk ik. Jeetje, ik zou geen andere rol willen. Ik ben super blij met de rol van Potlood. Ik vind dat ook gewoon de tofste rol. Nee, ik hou het bij Potlood. Ja. Van de cast, wie is het meest grappig? Jim Dedes. 100.000% Jim Dedes. Ook omdat ik veel scènes met hem had. Dus het was altijd voor de scène deed hij altijd zo. Of ik kan het nooit nadoen, maar dat deed hij alsof hij een scheetje liet of zo. Allemaal van die rare dingen. Dus wel echt Jim Dedes, 100.000%. Eigenlijk iedereen. Ik mag iedereen, ik kan met iedereen lachen. Maar... Ik zie Bilal heel vaak buiten de set om ook en op de set, dus met hem kan ik het meeste lachen. Ik kan het meest lachen met Bilal. Die speelt de rol van Mojo. Ik heb niet zoveel met hem te draaien, maar ik vind hem super grappig. Ik kan het meest lachen met heel veel mensen uit de cast, maar omdat ik natuurlijk vooral te maken heb gehad met Mandela, die de rol van Romano speelt. Ja, heb ik met hem het meest gelachen in die end. Het meest grappig op de set, ik denk de geluidsman, Robiel. Shoutout Robiel, hoor je mij? Ik kan met iedereen heel goed lachen, maar sowieso met Nasreddin. We hebben elkaar een paar keer samengewerkt en Nasreddin en ik kunnen we een goede prank dynamiek hebben wij. Team... Geen van beide. Team Paus of Team Romano? Sowieso Team Paus. Je vraagt dat iemand die in Team Paus zit. Het is raar. Sowieso Team Paus. Ahmed Akabi en this bitch. Moet ik ook uitleggen waarom? Omdat ik in Team Romano zit en ik represent het team. Team Muis, Team Romano. Jullie weten het. Als ik moet kiezen tussen de twee teams, kies ik uiteraard voor Team Romano. Team Romano natuurlijk. Team Paus of Team Romano? Dat is geen vraag. Team Romano natuurlijk. Wat? Team Paus of Team Romano? Team Romano natuurlijk. Ik denk het Schnitzelparadijs, Shushuf Habibi en Rabat. De film die ik heel tof vind is Equalizer, omdat Denzel Washington mijn voorbeeld is. En ik zijn spel heel tof vind. De film die het meeste impact op mij heeft gehad in mijn jeugd, het heet Risale en dat is De Boodschap. En dat is een Arabische film over hoe het geloof is gestart, met de profeet en dat soort dingen allemaal. Dus dat is eigenlijk de film die het meeste indruk op mij heeft gehad. The Irishman, classic, echt een super vette film. Gomorra, een profeet, La Haine. The Matrix. Echt mijn favoriete film. The Matrix gaat zo diep. Los van het vette actie is waar ik ook van hou. En science fiction waar ik ook van hou. Maar de verhalen, filosofie, alles wat het samenbrengt aan een idee over de wereld. Master. The Wiz met Diana Ross en Michael Jackson. Mijn lievelings. Ja, maar mag ik ook 2 of 3 noemen? Dan zeg ik Al Pacino. Dan zeg ik Leonardo DiCaprio. En Robert De Niro. Mijn acteur crush is Will Smith, sowieso, man. Hij is een fucking baas. Mijn actrice crush is op 1 Helena Bonham Carter, als ik het uitspreek, en Whoopi Goldberg. Ik heb sowieso Denzel Washington, heb ik altijd wel heel hoog staan. Joaquin Phoenix. Denzel Washington. Oh, crush! Nee, niet Denzel Washington, jongens. Hey, maar als in...
Wacht. Wacht. Hoor je die chick van Honey? Die dame die in Honey speelt. Jessica Alba. Je weet dat als je dit ziet, bel me.